Ja, goed dat u nog steeds kijkt naar recepten van topchefs en naast mij Andy Brouwers, chef de cuisine bij Kasteel Ter Worf. Ja. Vanuit Heerlen, vandaag hier in Monster, in deze keuken. Je bent een liefhebber hè, van streekproducten. Ja, vandaar ook dat we gekozen hebben voor het Limburgse Gulderlam. Ja. Dit ons is het hoofdgerecht wat we nu gaan doen? Ja, we gaan het hoofdgerecht doen met lusasperges. We zitten natuurlijk in Limburg en op ons landgoed zijn lusgronden en daar zit een telertje die daar zijn eigen asperges Die zijn kreeg. Gewoon het lekkerste van alle asperges die er maar zijn. Die zijn toch iets steviger dan die van de zandgronden en daardoor net iets smaakvoller dan... dan de zandasperges. Dus die moeten we hebben? Die moeten we hebben, dus helemaal naar zijde voor de goede asperges. Ze komen allemaal naar je toe. Ja. Waarmee gaan we beginnen? We gaan eerst beginnen even met het lam aan te braden. Ik heb die lamsrug laten prepareren bij de slager. Dat is misschien voor iedereen het makkelijkste. Om de ruggenmerg eruit te laten snijden en een beetje bij te snijden. Waar komt het lammetje vandaan? Echt van jullie gronden, hè? Echt bij ons in de buurt, ja. Dat zijn ook een het Mergeland lam. En dat gras bij ons rond ook om de landerijen heen. En we doen even een klein beetje van de Oje Blanca olie in de pan. Ja, de Oje Blanca die ga je daarvoor gebruiken? Ja, die gaan we gebruiken om het lam aan te bakken. Dan gaan we tussentijds gaan we wel even het vet, dat doen we een klein beetje, inkerven. En waarom is dat belangrijk om te doen? Om het vet goed uit te bakken. Zodat ook een beetje van de olie hier tussenin gaat zetten, zodat je een mooie krokante buitenkant krijgt. Dan doen we een beetje peper en een beetje zout, doen we erop. Ook favoriet van jou om mee te werken, lamsvlees? Ja. Lamsvlees en asperges is natuurlijk ideaal in de voorjaar om mee te werken. Het blijft gewoon altijd heel lekker. En je eet het zo vaak thuis niet, dus dat is wel ook leuk als je in het restaurant gaat om dan toch wat extra's, wat bijzonders te eten. Natuurlijk. Ja. En dat doe jij graag hè, voor de gast. Ja, dat klopt. Het vlees beginnen we lekker te bakken. Dan doen we in de tussentijd een klein beetje rozemarijn en een beetje tijm. En nog een klein teentje knoflook. Een klein beetje fijn snijden. En de knoflook hoeven eigenlijk alleen maar een beetje te platten. Even een keer door midden te snijden. En dan is het al genoeg. En dan is het al genoeg. Ja. Dan krijg je een hele zachte knoflooksmaak en dan krijg je niet zo'n pittige knoflooksmaak eraan. Kijk. Wanneer zeg je van, nou dit gaat goed? Ja, je moet het ook een beetje horen of het nog blijft bakken. Want als het vuur te zacht staat, dan gaat het een beetje koken. Dan knettert het niet meer op deze manier. En als het te hard gaat, ja, dan komt er heel veel rook en heel veel warm vanaf. En dat is ook niet dat goed. Dus het moet heel gelijkmatig gaan. En ook omdat vet is ingesneden, als je het te hard doet dichtgroeien, dan komt de binnenkant van het vet komt er niet uit, want het is gelijk de buitenkant dicht. En dan heeft het geen kans meer om de rest van het vet uit te bakken. Okay, en nu gaat het heel rustig. De temperatuur ook niet te hoog. Ja, daarom gaat het heel rustig en gelijkmatig. Je kunt misschien een tussentijd maken om wat verse dop echt te schoon. Andy, dat zijn wel hele mooie exemplaren, hè? Ja. Dit. Zo groot, hè? Ja, ook dat zijn weer de eerste mooie lentedopertjes. Dus de peul is wel heel groot. Maar de ertjes op zich zijn er niet van die joekels. Nee. We hebben natuurlijk voor 4 personen niet zo heel veel nodig. Maar het is toch altijd lekkerder om met verse te werken dan om met diepvries te werken. Eigenlijk toch uit den boze. Eigenlijk wel, ja. Zeker in jouw keuze. Ja, we werken toch graag met vers. Ja. En begin de buitenkant met lichte kleuren. We moeten nu toch dat extra vet een klein beetje uit de bakken. Dat doen we echt met zijn eigen vet. Met zijn eigen vocht. Zijn eigen vocht een beetje avanceren. Ik vind altijd, je laat hem heel, toch weer vrij lang in de pan bakken. Omdat je toch dan de meeste smaak en ook de mooiste die kleur krijgt van het bakken. En de smaak van het bakken. Ja. En daarna doe ik hem heel rustig even op 90 graden. Nu de 15 even. Ja, dat hij heel rustig kan doortrekken. Als hij daar bijna mooi gebakken is, dan doen we wel even de olie eruit. Doen een klein beetje boter erbij. En dan doen we de extra smaakstof van de tijm, rozemarijn en knoflook erbij. Dat bewaar je nog even vandaag. Ja, als je er nu erbij gooit, dan gaat het al verbranden. En dan krijg je een bittere smaak. Ik doe hier hetzelfde. Ja. Een beetje warme olie over het vet. Zodat dit gedeelte ook een beetje uitbakt. Je moet gelijk reageren, de kleur. Anders blijft het heel zacht en het is geen prettig mondgevoel. Dan krijg je het nu mooi goudbruin. Okay. Doen even het vet een beetje weg. Een klein beetje boter toevoegen. Dan doen we eigenlijk hetzelfde, toch nog even een beetje avanceren. Toch die smaken even over de lam te verdelen. En nogmaals, pas op laatste de kruiden eraan toevoegen, anders gaat het verbranden. Ja, dat het niet gaat verbranden. Dan hebben we even het vuur afgehaald, want dat ging toch nog iets te hard.
met inductievak lastiger te sturen dan met gas. Je legt hem altijd op de vetkant, mm-hmm. omdat hij daar toch de meeste hitte nodig heeft. Dan gaat hij zo even een kwartiertje ongeveer in de oven. 90 graden? 90 graden, ja. Wat gaan we nu doen? De volgende stap? We gaan nu asperges voorbereiden. We gaan natuurlijk een paar verschillende structuren maken van asperges. We gaan een klein beetje koken, we gaan een beetje bakken en we gaan een beetje marineren. En dan heb ik nog een flan voorbereid. Dus leg ik vier verschillende bereidingen? Vier verschillende bereidingen. Gaan we beginnen met de eerste? We gaan eerst de asperges schillen. Ik pak altijd een wat hoger ondergrond, zodat de asperges mooi plat blijven liggen. Dat je er geen deuk in schilt. En het tweede bijkomend voordeel is, de schillen vallen mooi van de pan af. En je hebt een mooie, altijd een schone ondergrond om op te schillen. Het is eigenlijk een hele handige en praktische bijkomstigheid. Eigenlijk wel, ja. De onderkantjes snijden we altijd af. Ja? Die zijn wat houterig. Dan doen we ze in de pan. Dan doen we ze eigenlijk opzetten met koud water. Ja. En doen we wat boter bij en wat zeezout. Ze moeten eigenlijk net niet onderstaan. Natuurlijk als je voor vier personen kookt, dus dan heb je natuurlijk meer massa dan dit. Maar door het eigen vocht uit je asperge komt, zit er straks ook voldoende vocht in de pan. En gebruik je te veel vocht, dan zitten alle smaakstoffen in het vocht en niet meer in de asperge. En dat is niet goed. Dat is niet de bedoeling. Nee. En zoals je zei, zout erbij. Zout erbij. Dit laten we staan. Ja, dit brengen we nu in de kook. En dan laten we dit minuut of vijf goed doorkoken. En dan laten we nog heel even afkoelen in het vocht. Okay. Ja. Van die stukjes die we overhouden, heb ik een flan voorbereid. Dit is eigenlijk dus het eindresultaat? Dat is het eindresultaat, ja. Maar dit is gewoon deze asperge-stukjes worden gewoon gaar gekookt in water met zout. Ja? Dan worden die in de keukenmachine glad gedraaid, zonder vocht. Komt er een beetje ei bij en crème fraîche. En dan kun je het in een vorm storten en dan zet je op 100 graden in de oven. Ongeveer een half uur, drie kwartier. En dan krijg je eigenlijk een soort warme bavois. Komt eruit. Dus dit is eigenlijk bereiding nummer 2? Dit is bereiding nummer 2, ja. Die kunnen we in de tussentijd, omdat die mooi stevig is, kunnen we er rondjes van uitsteken. Ja? Ziet het eigenlijk wat netter uit als we het doen dresseren. We doen van die andere onderkantjes doen we een klein beetje batonnetjes. Ik kan het zeggen, ga je ze nu wel stapelbaar maken? Nu ga ik ze wel stapelbaar maken. Maak er een beetje ribs van. Ja? En die gaan we straks even in de olie aanbakken. En blussen met een klein beetje aceto. Om een beetje een zuurtje eraan te krijgen. En die het lamsvlees uit de oven? Ja, het vlees is nu goed. Voelt stevig aan. En waarom heb je dat plateautje daar neergelegd? Ja, er komt daar nog een beetje vleessappen loopt eruit. En als het lam in zijn eigen vocht blijft liggen, dan blijft het ook niet kokant. En dan wordt het een beetje weeg. En nu loopt het vocht mooi langs het plateautje en blijft het lam mooi droog liggen. Een hele handige tip. We moeten wel even afdekken met een beetje aluminiumfolie. Om het toch een beetje warm te houden. Want voor nu is het met lamsvlees klaar? Voor nu is het lamsvlees klaar. Het moet gewoon even 10 minuten rusten. Kan ook een kwartier. Maar het heeft gewoon even tijd nodig om die vleessappen weer tot rust te brengen. Als je nu aansnijdt, loopt die gelijk leeg en dat is zonde. We gaan hem laten rusten. Asperges zijn ook goed? Asperges zijn ook goed. Die zetten we even aan de kant. We gaan even één asperge voorbereiden. Dan gaan we die even dun schillen. Ja. Naar de kop toe, om toch een beetje de kop mee te pakken. Dan leggen we die even op een bordje. Ja. Dan gaan we die even marineren met een beetje pico d'oil. Strijk je ze eigenlijk in. Dat even die smaak van die olie even in die asperge kan trekken. Een klein beetje zouten. Dan kun je het even aan de kant zetten. Dat zijn de asperges. Ja, dat zijn de asperges. Dan maken we heel even de saus een beetje af. Dan gaan we de aanbakvocht een beetje afblussen met de lamsjus. We maken altijd een beetje lamsbouillon van de karkassen. Eigenlijk zelf als een gevroren bouillon als basis. En alle minuut doen we dit een klein beetje afblussen. Om de smaken die nog in de pan zitten, om die vrij te krijgen. Om toch extra een beetje body aan die lamsje te krijgen. Hè. Een klein beetje erbij. Laten we even loskoken. Dus qua temperatuur flink. Ja, hij moet even heten, even goed doorkoken. Kunnen we tussentijd kunnen we even de dopertjes afkoken. In water met zout. Vers uit de tuin. Ja, de zout erbij. De aardjes zijn goed, die kunnen we afgieten. En die gaan we weer gelijk terug in die pan? Ja, dan doen we nog een klein beetje olijfolie bij. Niet te veel. Gewoon een hele mooie neutrale olijfolie. Ja. Ja, die haalt mooi die smaak naar boven. Ja. Dan houden we dit nog even een beetje warm. Ja? Tussentijd doen we even de lamsjus
even door de zeef. Ja. Doe even de laatste smaakstoffen even een beetje uitdrukken. En dan laten we die nog rustig inkoken. Totdat we onze gewenste dikte hebben. Er zijn sommige mensen die houden van zwaardere sauzen. Ja, waar hou jij van? Ik vind ze toch lekker persoonlijk als ze wat lichter zijn. Het hoeft niet zo heel zware, dikke saus te zijn. Dan gaan we een klein beetje olijfolie warm maken. Dan doen we straks die batonnetjes van de asperges in. Dan doen we die heel klein beetje afblussen met een beetje aceto. Intussen heb ik straks een paar radijsjes nodig. Die gebruiken voor een beetje nog een extra een beetje knapper gaan het, aan het gerecht te geven. En dat doet de aceto met de smaak van de asperges? De aceto, de zoete van de asperge kan heel goed bij de aceto. Maar in de aceto zit ook een zuurtje, waardoor het net even weer wat frisser wordt. De pan is heet, begint licht te roken. De asperge even erin. Ja? Een heel klein beetje zouten. En ze hoeven eigenlijk maar heel kort even om en om gebakken te zijn. Omdat ze natuurlijk, de asperges zijn zo mals en zacht. Ze hoeven niet helemaal gaar te zijn. Die bijt wil je behouden. Ja, die bijt mag behouden. Ook niet veel van nodig. Nee, een druppeltje aceto maar nodig. Anders wordt het te. En dit is eigenlijk al meer dan voldoende. Ja. Pak even die flannetjes. Die doen we even heel kort in de oven zetten. 2 minuutjes even dat ze net even een beetje opgewarmd zijn. 90 graden is eigenlijk een mooie temperatuur om alles rustig warm te laten worden. Waarmee gaan we beginnen? Ja, kan niet anders, hè? Asperges natuurlijk. Ja. Alleen wij snijden ze een beetje op maat. Ja. Ik wil ze dan een beetje recht op bord zetten en een beetje ertussenin leggen. We hebben de afilakres hebben we nodig. Dat is een beetje de doperwtenkres, om het toch een beetje doperwten een beetje toch in het geheel te houden. Die scheutjes. Die eruit komen, die komen mooi terug. Ja. En voor het oog natuurlijk ook een schitterend. Ja, en dat geeft ook een klein beetje hoogte in je gerechten. Eigenlijk het makkelijkste om eerst altijd met de flannetjes te beginnen. Een klein beetje in een broekje. En dan spuit je kopjes. En van die? Ja. Bereidingwijze nummer 3. Nummer 3. Een beetje de bak asperges ertussen. Ja. Dan pakken we een beetje de dopertjes nog. Geeft ook een klein beetje de frisse kleur weer. Een beetje voorjaar op je bord. Ja, er mag wel contrast in zitten. Ja. We kunnen die linten een klein beetje oprollen. De olie is er heel mooi ingetrokken. Ja, dan zetten we die zo erbij. Radijsjes. Een klein stukje radijs nog erbij. Ook een beetje voor de bite. Wat je al aangaf. Een beetje de afilakres. Om die hoogte in te gaan. Ja. Die zoekt de mooiste uit. Toch altijd een beetje uitzoeken. Ze zijn allemaal mooi, maar dan toch? Toch een beetje de speciale uitzoeken. Ja. De jury van tussentijd ook zijn. De juiste dikte bereikt. De jus doen we daar ook mooi apart serveren. Anders loopt het gelijk over het hele bord, dat is altijd zonde. Dat is een schone taak weggelegd voor de gastheer. Dat is voor de gastheer, ja. Het eerste kotletje snijden we weg. Ja. Lamsvlees inmiddels prima gerust. Mooi gerust, ja. En het mooie van het zuiglam is dat het toch niet van die hele grote koteletjes zijn. Eigenlijk heel. Kunnen we zo inzetten. Dan heb je toch een mooi voorjaarspaletje van groentes met een zuiglammetje erbij. En de saus doen we apart dadelijk serveren in een stagiaire. Chef, perfectie op het bord. Dus zo zeggen, smakelijk eten. Ja, dat gaan we zeker doen. En voor nu bedankt voor dit mooie hoofdgerecht. Ja, en u thuis natuurlijk. Ik zou zeggen, haal het seizoen maar naar binnen in de keuken. Alle receptuur is na te lezen op receptenvantopchefs.nl of .be. Ik zou zeggen, heel veel plezier en succes natuurlijk.